van de levenscyclus gaat een auto naar De Sloop, het autodemontagebedrijf. De laatste eigenaar levert zijn kentekenbewijs in bij het autodemontagebedrijf in ruil voor het vrijwaringsbewijs. Het kenteken wordt afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Vanaf nu mag de auto niet meer de weg op. Het autodemontagebedrijf voorziet de auto van een barcode-sticker om hem ook zonder kenteken te kunnen blijven volgen. Veel onderdelen van een auto, zoals dynamo, startmotor en koplampen, zijn na reiniging en eventuele revisie geschikt voor hergebruik. Deze worden bij het demontagebedrijf opgeslagen en verkocht. Daarna verwijdert de monteur diverse materialen die geschikt zijn voor recycling. Dit zijn de banden, accu en alle vloeistoffen, zoals brandstof en koelvloeistof. Het koude middel van de airconditioning wordt onder druk verwijderd via een gesloten afzuigsysteem. Gespecialiseerde recyclingbedrijven zamelen al deze materialen in en verwerken ze tot grondstoffen voor nieuwe producten. Het kale wrak gaat hierna naar het shredderbedrijf.